Vanwege mogelijke rellen is de ME in grote getale aanwezig op en rond het Jonkbloedplein. Agenten op fietsen, ME'ers te paard, ME-busjes. De politie is erop gebrand om het vooral een gezellige avond te laten blijven. In Koffiehuis De Aanloop wordt flink meegeleefd met de wedstrijd tegen de vorige wereldkampioen. In de rust hebben de bezoekers nog niet alle vertrouwen in een goede afloop. Want dat is het gevaar met Spanjaarden. Dat heb ik, zag je ook al een paar keer dat ze gewoon met tikken, dat ze gewoon echt er doorheen komen. En ja, het blijft altijd gevaarlijk, jongens. Maar als de doelpunten er dan in blijven gaan, dan gaan ze ook los in de tent. Maar tweede helft was echt geweldig. Ja, ik had echt niet verwacht dat 5-1 gewonnen was. 5-1! 5-1! 5-1! En je stoutje droomde nog niet, hè, dit. Ik had gegokt met 2-1. Hé, hey, mooi toch? Ja, schitterend, echt waar. Meen ik echt. Ik had het niet durven dromen. Dit is echt ongelooflijk. Echt een verschrikkelijke mooie vernedering voor die Spanjaarden. Laat ik het netjes houden. En zo is vrijdag de 13e toch geen ongeluksdag voor onze mannen van Oranje.